hier. Yes. Wordt dit de outfit? Deze wordt het kleed voor Romeo. Yeah. Hallo. Zijn er al zenuwen aanwezig? Ja, maar zo gezonde zenuwen. Ik denk dat ik straks gewoon al moe ga zijn, omdat ik al de hele tijd zo te blijven. Ik kijk eigenlijk vooral uit om iedereen terug te zien. Dat is ondertussen een jaar geleden. Het is straalt. Dat zijn de zenuwen. Dat was zo fijn dat een regisseur u zo nauw mee betrekt aan het project. Dominique heeft echt een heel groot vertrouwen aan mij gegeven en dat gaf mij gewoon ruimte en vrijheid om voluit te gaan. Ik ben daar toch nog niet aan gewoon aan zo'n interviews. Hey, je moet voorgeschikt de spanning van, ja, van de film die uitkomt. Ja, dat snap ik wel. Hè. En ineens ja, zijn ze daar dan allemaal. Ja, en dan is het toch een beetje chaotisch. Maar ja. Probeer de rust te bewaren. Ja. Van het een naar het ander gaan, maar dan denk ik ook wel, ah ja, wacht. Ik moet wel zien dat ik de rust vind en dat het in mijn hoofd helder is. Dat is de eerste keer dat ik een hoofdrol heb en ik had zoiets van, ja, wie weet is het de eerste en de laatste keer, dus ik kan maar beter voor zorgen dat ik geen spijt heb achteraf. Dat ik denk, ah, verdorie, ik had er meer uit kunnen halen. Dus. Ik ben net voor de eerste keer live op de radio geweest en ik was wel zenuwachtig. En ja, soms is het Rode Loper, geen idee wat ik ervan moet verwachten, maar ik kijk eigenlijk vooral uit om iedereen van de film te zien en om de mensen die ik graag heb hier tegen te komen op de première. De cast en crew van The Chapel. Blijf ze maar aanmoedigen met een applaus, want dat verdienen ze. En ook de pers komt dichterbij, maar ook zo'n mens. Gaan ze alle pedalen kwijt. Oh, is dat in mijn wagen? Ik voel het toch raar. Ik voel het heel raar. Het is veel en het is zo. Je ziet overal mensen en je hoort van overal naar niks. En het is ook een beetje allemaal optische illusie. Het is een raar gegeven. Ja, als je zo'n première ziet zoals vandaag natuurlijk, dat is best waarschijnlijk, denk ik, voor iemand die de eerste rol speelt, misschien wat intimiderend of een beetje verrassend. Of een beetje dat je denkt, oh, wat gebeurt er hier allemaal? Maar dat went heel snel hoor. De staken is intelligent en die weet ook wel hoe de wereld in elkaar zit. Die is geen 12. dus die ziet wel wat ze ziet en die zal zich zeker niet zo naar gewoon laten meesleuren. Hallo. Zijn jullie trots? Ja, heel trots.